Wij mensen met onze dieren halen meer water van en uit die aarde weg dan dat er in regen opvalt. Daarom zakken grondwaterniveaus en vallen meren droog. Dat is in Nederland al een beetje het geval, er wordt steeds meer. Maar in de rest van de wereld, veel landen, is dat veel meer het geval. Wat doen wij met Hydraloop? Is dat we ervoor zorgen dat je water twee keer kunt gebruiken. En daarmee kun je je waterverbruik met 45% verminderen. Dit is een waterrecyclingssysteem. Wat we hiermee doen, is dat we het douchewater opvangen van de spelers van O en T, de voetbalclub. En dat douchewater wordt gereinigd in deze systemen. En dan wordt dat douchewater een tweede keer gebruikt voor het spoelen van de toiletten. Wij hebben binnen onze club 63 douches in 10 kleedkamers. Die dan ook nog eens keer zaterdag zo'n 4-5 keer gebruikt worden. Dus je kunt je voorstellen dat daar heel veel water doorheen gaat. Alle water van al die douches, 63 douches, wordt opgevangen. Dat gaat allemaal naar die 6 units toe. Als die vol is, dan zet hij de klep dicht. Dan stroomt het door naar de volgende. En zo vullen ze zich allemaal. En zo kunnen we dus dat douchewater opvangen. Dat wordt dan gereinigd. Dat wordt dan vervolgens, als het gereinigd is, hier opgeslagen. En dan gaat het gebouw in voor de toiletspoeling. Door de hele week heen komen hier ongeveer 3000 bezoekers over op het sportpark. En als ze in de kantine geweest zijn, dan wordt ook wel wat sanitair wat gebruikt. Dus wij verbruiken heel veel water voor al die sanitaire ruimtes die wij hebben. Dus een besparing op die manier. En wij voegen ook minder water toe aan aan de riolen, om het zo maar eens te zeggen. Elk gebouw heeft eigenlijk zijn eigen waterbron. En dat is het licht verontreinigde grijs water. Door die waterbron te gaan gebruiken die al in het gebouw zit, en dat op te vangen en te reinigen, en dat gerecyclede water te gebruiken voor die toepassingen waar je geen drinkwater voor nodig hebt, op die manier kun je dus dat waterprobleem oplossen. Water is niet duur, dus het is wel een vrij dure oplossing om dit toe te passen op je stadion. Alleen er is nog geen stadion die dit heeft. En we willen wel graag onderscheidend zijn, eigenlijk net als O&T. We gaan een nieuw stadion bouwen. Dat doe je niet voor 10 jaar, maar voor de komende 40 jaar. Nou, dan kan je maar één keer goed keuzes maken. Dus dan moet je ook alles op een rij hebben van wat zijn nou de mogelijkheden. Wie biedt dat aan en hoe ver kunnen we dat nu samen integreren. Je kan het hele stadion hiermee uitvoeren. Je kan ook zeggen we gaan met kleiner beginnen. Nou, dat is iets wat we de komende tijd verder gaan verkennen met elkaar. Nou, wat is er dan mooier om een voorbeeld te zijn voor een club als een Cambuur. We willen graag onze kennis daarin in delen. Het is onze visie dat over 15 jaar geen gebouw meer gebouwd wordt, of geen woonhuis meer gebouwd wordt, waarin niet decentraal dat water opgevangen wordt, gereinigd wordt en nog een keer gebruikt wordt.